Ja, René, terechte overwinning toch? Ja. Ja, duidelijk. Maar je had het al jezelf een stukje makkelijker wederom kunnen maken, hè? Ja, we hebben er wat langere tijd voor nodig vandaag om het te beslissen. Maar gelukkig beslissen we het alsnog. En dat is, dat is mooi. Zeker na het hele goede begin, denk ik. Dat we al eigenlijk voor de rust vergeten de wedstrijd dood te maken, om het maar zo te zeggen. En dan zie je toch dat we ook een paar van die fases hebben dat even wat lastiger is. Maar we hebben wel daarin dan onze rug gerecht en weinig weggegeven. En toch weer op zoek gebleven naar de goal. En uiteindelijk hebben we die afgedwongen. Dat is erg prettig. Ja, kun je al een beetje aanhalen waarom het in het begin dan weer niet lukt? Want er kwamen kansen. Ja, doen die mannen nou steeds verkeerd? Ja, je hebt zelf gezien. Misschien moeten ze een schoenmaat groter geven. Dat ze de dikke tenen wel tegenaan kunnen krijgen. Maar goed, belangrijk is natuurlijk wel dat we ze creëren. Alleen, uiteindelijk moeten wel van die ballen er moeten wel 2 of 3 van in. Ja. Zo simpel is het ook. Eerste kwartier, kans op kans op kans. Ja. Daarna vloeit het een beetje weg. Ben je dan ook bang dat... Je hebt ook wel eens van die wedstrijden die... Precies, maar dat is wat ik net zei. Ja. Dat het dan wat meer in evenwicht kwam, zonder dat we zelf in de problemen kwamen. Maar uiteindelijk zijn we dan... Daarna hebben we het wel weer opgepakt, zonder dezelfde grote hoeveelheid kansen te creëren. Maar we bleven wel de bovenliggende partij, vond ik. Ja, en dan breng je de allemaal. En die maakt weer de winnende. Want dat deed hij als invaller ook al eens een keer tegen Emma. Hij weet wel zijn momenten te pakken. Ja, nou, dat moet hij vooral blijven doen. Ja. Dat lijkt mij. Ja. Hij moet uitlopen nog, hè? Ja. Dat is ook wat, weet je wel. Ja. Eigenlijk wil je ervan genieten. Ja, dat moet hij ook. Maar dat mag daarna. Hij is natuurlijk ook een aantal weken eruit geweest. Ja. En hij moet toch weer wat conditie opbouwen. En gelukkig konden we hem vandaag 20 minuten brengen. En is hij belangrijk geweest. Is dat een beetje de max momenteel, 20 minuten? Ja, op dit moment wel, ja. Ja. Dus dan is het optrainen naar een moment. Ja, dan is het seizoen zo'n beetje voorbij als hij... Dat schiet dan mooi op, ja. Dat schiet dan inderdaad toch mooi op. Het is wel lekker dat je ook gewoon even van Fortuna af bent, hè? Want die waren met evenveel punten gekomen als jullie als zij hadden gewonnen. Ja, je hebt nu wel die afstand naar Fortuna in ieder geval gecreëerd. Maar goed, uiteindelijk is dit een moment, laat het maar zo zeggen. En uiteindelijk gaat het erom dat we de volgende wedstrijd weer opnieuw moeten staan. Maar dit zijn wel gewoon hele goede punten ook in dat opzicht. Dat lijkt me duidelijk. Gefeliciteerd. Dankjewel.